Goedendag. Op 7 juni vieren wij het feest van de zalige Anna van Sint Bartholomeus. Wie was deze zalige? En waarom wordt zij de patrones van de stad Antwerpen genoemd? Dat gaan wij zien aan de hand van deze boeken, haar autobiografie, een paar kleine schriften, en dan deze bundel die we al eerder hebben gezien over de heiligen het jaar rond. En ook heb ik op de internetsite van de Karmelieten veel informatie kunnen vinden. Anna Garcia, zo is haar naam, wordt geboren in het jaar 1549 in Almendral de la Cañada, een klein dorp in Spanje. In haar autobiografie schrijft zij daarover: deze was een kind uit het land van Naval Morcoende en werd geboren te Almendral, een dorp halverwege de stad gelegen. Daar hadden haar ouders een hoeve met landerijen en vee. Zij waren zeer godvrezend en leefden voorbeeldig. Haar ouders gaan samen met hun kinderen dagelijks naar de heilige mis en hebben een diep medelijden met de armen. Als zij 10 jaar oud is, sterven zowel haar vader als haar moeder. Anna is dan de 6e van 7 kinderen. Haar oudere broers en zussen zorgen goed voor het erf en de jongere kinderen en laten Anna de schapen van de familie hoeden. In het begin, na de dood van haar ouders, voelt ze zich door iedereen verlaten, maar dan kiest zij Maria als nieuwe moeder en verheugt zich om alleen te zijn in Gods natuur. Anna vertelt haar broers dat zij wil intreden in een klooster. Deze verzetten zich sterk en spreken haar over verschillende huwelijksmogelijkheden. Ten slotte denkt ze: ja, als het een bescheiden en rechtschapen man die mij zou steunen in de toewijding tot God, ja, misschien kan ik daarmee ook trouwen, maar anders nooit. Dan schrijft ze verder in haar autobiografie: op zekere dag verscheen Jezus me, nu vrij groot geworden, als van mijn leeftijd en uiterst schoon, zoals hij mij in mijn kinderjaren in het veld of elders verscheen, en sprak: ik ben degene die je lief hebt en die je huwen moet. En hij verdween. Daarom neemt Anna een afwijzende houding aan tegenover alle eventuele huwelijkskandidaten. Anna vraagt zich af naar welk klooster zij moet gaan. De nieuwe pastoor van de parochie kent de Theresiaanse stichting van de Karmel in Avila en ze gaan deze bezoeken. Haar familie is ertegen dat ze naar het klooster gaat en ook wordt ze ernstig ziek. Op het feest van Sint Bartholomeus geneest ze echter in een heiligdom dat hem toegewijd is. Daarom voegt ze aan haar zusternaam die van Sint Bartholomeus toe uit dankbaarheid. Anna is de eerste lekenzuster die Theresia van Avila in haar stichting toelaat. Haar gezondheid blijkt bestand tegen een leven in eenzaamheid en onthechting. Ze is verstandig, evenwichtig en zeer blijmoedig. Na het postulaat en een streng noviciaat volgt op 15 augustus
1572 de professie, het afleggen van de geloften van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Anna is nu bijna 23 jaar. Zij ondertekent met een kruisje, want zij kan niet schrijven. In het klooster moet zij een tijd lang de vertrouwde visioenen van Jezus missen. Maar na haar professie vertoont de Heer zich weer, nu als gekruisigde. Hij spreekt over zijn dorst naar zielen en toont haar alle deugden in hun schone volmaaktheid. Anna van Sint Bartholomeus is in het Sint-Jozef-klooster te Avila een toonbeeld van zachtmoedigheid, bescheidenheid en werklust. Graag offert zij slaap, eten of recreatie op om de dierbare zieken van dienst te zijn. Ook een melaats geworden medezuster verzorgt zij uit liefde tot God. De heilige Theresia van Avila sticht vele nieuwe karmelkloosters in Spanje en daarbij zijn grote reizen in lastige omstandigheden nodig. Bij een val van een trap in 1577 breekt Theresia haar linkerarm, die nooit meer volledig herstelt. Zij kan zichzelf nu niet meer goed behelpen, zelfs niet bij het aankleden. Anna van Sint Bartholomeus zal haar verzorgen. Veel reizen doen zij samen om kloosters te stichten en als zij eens 's nachts om 3 uur nog een brief moet schrijven, laat de moederoverste zich ontvallen: kon zuster Anna maar schrijven. Daarop vraagt Anna naar een schriftmodel, begint zich ijverig te oefenen en slaagt er daarna in alles op te schrijven wat de madre dicteert. Daarna wordt zij de secretaresse van de moederoverste. Deze laatste krijgt echter alsmaar meer te lijden onder de ziekte. Het is het jaar 1582. Onderweg van Burgos naar Avila wordt Theresia van Avila naar Alba de Tormes gebracht. Zij toont haar liefde voor Anna. Zuster Anna van Sint Bartholomeus zegt aan Theresia: moeder, neem mij mee. Zij bedoelt daarmee naar de hemel. Theresia antwoordt: ik moet je niet meenemen. Het is nodig dat jij leeft en doet wat ik nog te doen had. En in haar armen sterft de heilige Theresia. Anna van Sint Bartholomeus gaat naar Avila en zal steeds de grote getuige blijven van Theresia's leven. En ze zal over de dood heen met haar verbonden blijven en in verschijningen van haar leiding krijgen. Door het contact met de heilige Theresia van Avila heeft Anna van Sint Bartholomeus een groot gezag in de Karmelorde. Zij moet naar Madrid om enkele moeilijkheden op te lossen. Daarna neemt zij deel aan een stichting en vervolgens gaat zij ook in Frankrijk de orde uitbreiden. Dit begint zo. Als zij bidt in een kapel van Sint Franciscus, verschijnt Jezus haar. Hij legt zijn hand op haar schouder en zegt: zie de zielen die voor mij verloren zijn en help mij. Hij toonde mij Frankrijk alsof ik er aanwezig was en de miljoenen zielen die door de ketterijen verloren gingen. Dit duurde geen ogenblik. Wanneer het langer had geduurd,
voelde ik dat mijn leven zou geëindigd zijn. Anna van Sint-Bartholomeus wordt met 5 karmelitessen door haar oversten naar Frankrijk gestuurd. De protestantse hugenoten nemen daar steeds meer in aantal toe en daarom worden ze daar uitdrukkelijk gevraagd. Zij zelf is tot het martelaarschap bereid om de hugenoten te bekeren. In Frankrijk wordt zij de stichteres en priorin van de nieuwe Karmel te Pontoise, priorin in Parijs, stichteres en priorin te Tours. Maar het wordt er niet gemakkelijk gemaakt. De Franse overheden willen een Theresiaanse kloosterregel naar eigen smaak en er is taaie volharding nodig om aan deze druk te weerstaan. Toch slaagt ze erin haar geestdrift voor de Theresiaanse Karmel door te geven en ze wint de harten met haar minzaamheid, haar ootmoed, geduld en gezonde oordeel. Ondanks de tegenkantingen wordt de Karmelvernieuwing gekend en verspreid, die later grote heiligen zal voortbrengen, zoals Theresia van Lisieux en Elisabeth van de Drie-eenheid. Daarna gaat Anna van Sint-Bartholomeus in 1611 naar de stad Bergen. In het Karmelklooster van Bergen blijft zij 1 jaar en dan gaat ze naar Antwerpen. Zij zegt: "Het was niet mijn wens erheen te gaan." Maar de Heer moedigt haar aan na de communie: "Wees moedig, ge zult zien dat deze stichting een laaiende toorts zal zijn die licht zal geven aan heel dit land. Daardoor schepte ik moed om mijn kruis te dragen." Op 6 november 1612 komt Anna van Sint-Bartholomeus in Antwerpen, toentertijd een grote handelsstad. Zij had daarvoor enkel de mondelinge toestemming van bisschop Maldrus van Antwerpen. Zij doet zoals de heilige Theresia het ook altijd deed. 'S nachts komt zij met een huifkar en stopt ver buiten de stad. Daar stapt zij met de zusters uit en gaat te voet verder door de duisternis om geen gerucht te maken. Zo stappen de zusters door de nacht en komen binnen de stad. Daar betrekken zij een studentenhuis en 's morgens vroeg wordt er al de eerste heilige mis gelezen. Nog in dezelfde maand na de stichting komen er 2 meisjes intreden. Want vanaf het begin trekt de Heer de zielen hierheen, die begaafd zijn en zeer zachtmoedig, van edele afkomst ook, wat de verwondering opwekt van alle wereldlingen. Hierover schrijft zij: "Ik ben ervan overtuigd dat onze heilige zelf, de heilige Theresia van Avila, dit klooster bestuurt en dat zij er met bijzondere zorg over waakt, samen met onze lieve Heer, zoals blijkt uit verschillende ervaringen die ik heb opgedaan. Toen we hier aankwamen, bezaten we niet meer dan 50 florijnen die men ons in leen gegeven had. De paters van de Sociëteit van Jezus gaven ons het nodige om de eerste heilige mis te lezen, want wij hadden hoegenaamd niets. Daarbij waren de magistraten ons niet genegen. Ze dachten erover ons de stad uit te sturen. Maar God heeft al die moeilijkheden uit de weg geruimd.
In de velden tussen de stad en de citadel wil Anna van Sint-Bartholomeus het nieuwe klooster voor de Karmelitessen bouwen. De vrome aartshertogen Albrecht en Isabella, die goede katholieken en goede vorsten zijn, en de Karmelites uit Spanje zeer genegen, helpen haar en komen hier in de Rozier de eerste steen leggen van het nieuwe klooster, zodat de hele stad achting heeft voor dit klooster en dat onze kerk, na 3 jaar dat we hier zijn, beter voorzien is dan andere die reeds 10 jaar bestaan. Van deze laaiende toorts, de Karmel van Antwerpen uit, stuurt Anna van Sint-Bartholomeus haar dochters uit om stichtingen te doen in Doornik in 1614, in Mechelen in 1616, in Nancy in 1618, in Valenciennes in 1618, dan in Gent in 1622, in naar Douai in 1625, en dan nog een stichting in Brugge in 1626. Als de strijd tussen het protestantse noorden en de Spaanse troepen in het katholieke zuiden weer oplaait, probeert prins Maurits van Nassau Antwerpen op slinkse wijze te veroveren. In 1622 komen de protestanten met schepen om de stad aan te vallen. Anna van Sint-Bartholomeus wordt 's nachts gewekt. Ze hoort een stem die haar zegt: bid, meer, meer, meer. Ze bidt met opgeheven armen tot de ochtend aanbreekt. In die nacht stormt het zo hard op de Schelde dat de schepen van de overvallers in de Schelde vergaan. 2 jaar later wordt de priorin op een nacht gewekt door vreemde geluiden. Het lijken wel kreten en ze hoort de stormklok van de citadel. Met alle zusters gaan zij voor het Allerheiligste knielen in aanbidding. Die nacht wilde Maurits van Nassau met 1000 ruiters en 4000 musketiers het kasteel van Antwerpen innemen. Een wacht heeft echter alarm geslagen en de Hollanders werden verdreven. Haar geestelijke tussenkomst bleef niet geheim en zij kreeg de eretitel Bevrijdster van Antwerpen. In het jaar 1624 wordt Anna van Sint-Bartholomeus ziek. 2 jaar later, zij is dan 77 jaar oud, sterft zij op 7 juni 1626. Op haar sterfbed ziet zij de heilige drievuldigheid. Na haar dood wordt ze in de kerk opgebaard en al op de eerste dag ontstaat er een ware volkstoeloop. Al 20.000 prentjes worden op de eerste dag verdeeld. Haar reliquieën worden in dit mooie schrijn in de kerk bewaard. Een vinger van haar is niet vergaan en wordt in een aparte reliekhouder bewaard. Ook de briefwisseling, haar autobiografie, wordt in dit klooster bewaard. Anna van Sint-Bartholomeus wordt aanroepen tegen koorts. Ook kan men in de Karmel in de Rozier haar mantel laten opleggen. In het jaar 1917 wordt Anna van Sint-Bartholomeus door paus Benedictus XV zalig verklaard.
Laten wij haar bidden dat zij deze stad verder mag beschermen door haar gebeden bij God. Zalige Anna van Sint Bartholomeus, bid voor ons.